Verschillende scholen hebben de nationale voorleesdag gevierd met bezoek van bijzondere en bekende Surinamers. Op de Rietveldschool hebben artiesten en bijzondere Surinamers de kinderen voorgelezen. Van de Loop was bij zus en zo. Het doel van het evenement was om mensen bewust te maken van de strijd tegen borstkanker. Niet alleen veel vrouwen, maar ook genoeg mannen hebben meegedaan aan de activiteit. Onder de aanwezigheid waren onder meer DNA onder voorzitter Melvin Bouva, voorzitter van de stichting Pink Ribbon Kan Revos en de Nederlandse ambassadeur Ernst Norman. Bouva gaf aan dat door samenbundeling borstkanker bestreden kan worden. Verder moedigde hij zowel de mannen als de vrouwen aan zich te laten controleren. Maar laat je vooral controleren en laat we ervoor zorgen dat we fit af en toe zien. Hij sloot zijn boodschap af met een minuut stilte voor de getroffenen van kanker. Revos gaf aan dat bij elke afwijking die je voelt of ziet, je gelijk naar de dokter moet gaan. Want dat is de enige kans om te overleven. Ik blijf de boodschap zeggen, als je op tijd bent, dan sta je hier ook zoals ik nu na 6 jaar. Pink Ribbon zal mij altijd blijven herinneren wanneer ik borstkanker gehad heb. 5 jaar geleden, 6 jaar geleden. En dat geldt ook voor die anderen die nu in het bestuur zitten. En ik hoop echt dat jullie, iedereen die jullie kennen, die even een afwijking heeft of even een afwijking voelt of ziet, gelijk naar de dokter, want dat is de enige kans die je hebt om nog te overleven. Karin Revos, voorzitter van de stichting Pink Ribbon Suriname. Deze stichting bestaat 5 jaar en heeft in dat kader afgelopen zaterdag een wandelloop georganiseerd. De opkomst bij deze wandelloop was goed.